Zo, beste leerlingen, HAVO 3, VWO 3. Dit is de oefentoets van hoofdstuk 4 van kopen en werken. Zoals ook bij de andere oefentoetsen gelden een beetje dezelfde regels. Er kunnen geen rechten ontleend worden, dus dat kan inderdaad betekenen dat je deze toets moeilijker of makkelijker vindt dan jouw echte uiteindelijke toets. Dat zou kunnen. Ik heb gewoon een paar voorbeeldvragen gemaakt en zie dit een beetje als een check of je het hoofdstuk in grote lijnen begrepen hebt. De regels voor het maken van deze toets zijn nog altijd gelijk. Je kan alvast het beste even twee pennen pakken, twee verschillende kleuren en één blad om even op te schrijven. Pak alvast je rekenmachientje in plaats van je telefoon. Na iedere vraag laat ik 5 seconden even open om rustig te pauzeren. In dat geval kan je inderdaad rustig even je antwoord opschrijven en daarna kan je meteen nakijken. Het antwoord volgt dus direct na. Zelf corrigeren, maar wees wel kritisch daarin. En soms zijn het natuurlijk zo dat er meerdere antwoorden mogelijk zijn. Twijfel je over jouw antwoord, dan kan je natuurlijk altijd een reactie plaatsen op dit filmpje. Vind ik sowieso wel leuk als je even een reactie plaatst. Nou, laten we beginnen met de opgave heet Blikjes Bed Rule verkopen op school. Er staat, ai, je bent jong, ondernemend en je wil wat. Maar energiedrank verkopen ze bij jou op school niet. Dat vind je zonde, want je vindt het erg lekker. En daarnaast heb je nu een variant gevonden die een stuk gezonder is dan de concurrenten. Daarom heb je Bed Rule Energy Drink opgericht. Een vernieuwende energiedrank die speciaal gericht op de jongere generatie is. Die wel het lekkere wil hebben van energiedrank, maar dan zonder de vele suikers en cafeïne. Je start op 1 januari 2021 je eigen bedrijfje. Dit is zeg maar even de introductietekst. Op 4 januari is de eerste verkoopdag. Het gaat bijzonder goed. Ondanks de hoge prijs, een €2,50 per blikje, vliegen de blikjes als warme broodjes over de toonbank. Je gaat miljonair worden. De productiekosten voor één blikje Bed Rule zijn slechts 70 cent. Je hebt er in totaal 500 laten maken. Tijdens die eerste dag verkoop je al 150 blikjes Bed Rule. De leerlingen op school houden ervan. Je hebt dit natuurlijk wel te danken aan de geweldige reclamecampagne. Door het drukken van 1000 flyers, kostte 10 cent per stuk, wisten alle leerlingen in no time dat ze bij jou moesten zijn. Eerste opgave, bereken de omzet, afzet, bruto winst en netto winst. 5 seconden om dit filmpje te pauzeren, daarna volgt het antwoord en schrijf dan rustig je antwoord nu op. Verschillende berekeningen. Nou, omzet, afzet, bruto winst en netto winst. De omzet is eigenlijk altijd de afzet keer de verkoopprijs. Dus het aantal stuks dat je hebt gekocht keer de prijs. Nou, het aantal stuks is 150 blikjes. Staat er ook bij, hè? 150 blikjes heb je verkocht. Voor €2,50 per stuk verkoopprijs. Dus 150 keer €2,50 is €375. De afzet is 150 stuks. Niet die 500, want die 500 is hoeveel dat je er totaal wil laten maken. Het gaat er even om dat, dat we hier puur kijken naar wat je gerealiseerd hebt. Nou, de bruto winst is altijd de omzet min de inkoopwaarde van de omzet. Nou, hier ga je natuurlijk omzet kijken, hebben we net gehad, €375 min de inkoopwaarde. Nou, je hebt 150 blikjes verkocht, geen 500, maar 150. En die heb je laten maken voor 70 cent per stuk. Dus 375 min 150 keer 70 cent, dat was de inkoopprijs, is €105. 375 min 105 is €270. En dan moet je de netto winst berekenen en de netto winst is de bruto winst min de bedrijfskosten. Nou, de bruto winst is in totaal €270, zien we hier nog staan, daarboven. De bedrijfskosten, nou, zijn alle overige kosten buiten de inkoop, dus inderdaad 1000 flyers voor 10 cent per stuk. 1000 keer 10 cent is €100. €270 was de bruto winst. Min €100 is €170. Gaan we verder naar de volgende opgave. Loopt na een paar dagen nog steeds storm. Dat heeft de directeur van de school ook gezien. Samen met de directeur ga je aan tafel zitten om afspraken te maken. Hij zegt dat hij dit soort initiatieven steunt, maar dat de school geen commerciële instelling is die winst wil maken. De schooldirecteur is van mening dat je een klein beetje aan de school moet gaan afdragen. Hij noemde het de huur van een lokaal waarin je je voorraad mag gaan opslaan. Maak de onderstaande zinnen kloppend door het juiste woord in te vullen. Doordat je de huur moet gaan betalen, stijgen, dalen of blijven de bedrijfskosten gelijk. Als gevolg daarvan stijgt of daalt de netto winst.
Dat hij in een omgeving zoals de school wil verkopen, brengt risico's met zich mee. Daar had hij van tevoren rekening mee kunnen houden. Wanneer er iets gebeurt waarover jij zelf geen controle hebt en dit een negatief kan doorwerken voor je bedrijf, zet je dit in het ondernemingsplan bij de SWOT-analyse onder sterktes, zwaktes, kansen of bedreigingen. 5 seconden om te pauzeren, daarna volgt het antwoord. Doordat je huur moet gaan betalen, stijgen de bedrijfskosten. Bedrijfskosten zijn alle overige kosten buiten de inkoop. Huur valt er natuurlijk onder, dus die stijgen daarvoor. Als gevolg daarvan daalt de netto winst dan natuurlijk. En vervolgens iets waar je geen controle op hebt en wat negatief doorwerkt. Nou, is een extern en negatief noemen we ook wel een bedreiging in de SWOT-analyse. Dus 3 antwoorden wat je daar moest geven. Gaan we door naar de volgende. Na een paar maanden kom je erachter dat je toch wel een officieel geregistreerd bedrijf moet gaan worden. Er gaat zoveel geld om in een bedrijf dat jij het moet registreren, omdat je natuurlijk belasting moet gaan betalen. Bij welke instantie registreer je je bedrijf door middel van een ondernemingsplan? Dat is de eerste vraag op deze pagina. Dus bij welke instantie registreer je het bedrijf door middel van een ondernemingsplan? En dan moet je dan vervolgens kijken, bij het schrijven van een ondernemingsplan hou je rekening met de 4 P's. Van welke van de P's is er sprake bij de volgende voorbeelden? De eerste is, je bedenkt een reclame op Instagram voor je bedrijf. E, is je hier met Valentijnsdag een korting van 10%. F, is je geeft het blikje een nieuw ontwerp. En G, is je gaat het product op meerdere plekken verkopen. 5 seconden om te pauzeren en terug te lezen en je antwoord op te schrijven. Over 5 seconden volgt het antwoord. Ja, ik zie dat het antwoord hier is weggevallen, maar bij C, bij welke instantie registreer je bedrijf door middel van een ondernemingsplan? Dat is de Kamer van Koophandel, oftewel de KVK. Bij C is het antwoord KVK. Dan moet je hier de P's gaan invullen, product, prijs, plaats en promotie. Sommigen hebben ook nog personeel bijvoorbeeld erbij, staat officieel niet in het boek. Dus wij gaan uit van product, prijs, plaats, promotie. Reclame op Instagram noemen we natuurlijk de P van promotie. Je geeft met Valentijnsdag een korting op de verkoopprijs, dus de P van prijs. Je geeft een blikje nieuw ontwerp, nou, dan ga ik puur kijken naar de eigenschappen van het product. En als laatste, je gaat het product op meerdere plekken verkopen, is de P van plaats. Dus hier weer in totaal 5 antwoorden, KVK, promotie, prijs, product en plaats. Nou, dan de laatste opgave van deze oefentoets. Natuurlijk moet je ook een financieel plan kunnen overleggen. Samen met de financieel adviseur loop je de laatste dingen na. Hij zegt dat je de prijs moet heroverwegen. Hij gebruikt de methode van de bruto winstmarge. Je inkoop of productieprijs van de blikjes stijgt naar €1,50. Echter geeft de financieel adviseur aan dat je een minimale bruto winstmarge per product moet aanhouden van 150%. Daarbovenop komt nog de BTW van 21%. De oude consumentenprijs was €2,50. Moet je bij H berekenen de consumentenprijs van een blikje Red Bull inclusief BTW, dus de nieuwe consumentenprijs. En dan bij I berekenen hoeveel procent de nieuwe consumentenprijs hoger is dan de oude consumentenprijs. Nou, alle informatie staat in een stukje tekst. 5 seconden om te pauzeren en te gaan rekenen met je rekenmachientje of een paar seconden de uitslagen. Consumentenprijs moet je een paar dingen voor doen. Nou, eerst ga je die bruto winstmarge bekijken. Die bruto winstmarge is eigenlijk wat er bovenop de inkoop of de productieprijs komt. Dat is 150%. Dus dat wil zeggen dat die €1,50 is 100%. Daar moet 150% bovenop komen. De 150% erbovenop en niet 50%. Dus dat wil zeggen hè, dat je 150 kan delen door 100 keer €1,50. Kom je uit op een bruto winstmarge van €2,25. Die €2,25 tel je dan er bovenop, want het is bruto winstmarge. Het komt bovenop de prijs inderdaad zoals je dat je die had. Dus die €2,25, de bruto winstmarge, doen we bovenop de €1,50, de productieprijs. Kom je uit op een totale prijs van €3,75. En dan moet je natuurlijk nog daar de BTW bovenop doen. Nou, sommigen doen keer 1,21, mag je ook doen. Maar het makkelijkste is eerst om 21% ervan te pakken. 21% van €3,75 is €0,7875.
En vervolgens moet je dat dan boven die 3,75 euro doen. En 3,75 euro plus 0,7875 is 4,53 euro en nog iets erachter. Dus als je dat afrondt, kom je op 4,54 euro uit. Dat lijken we best een hoop berekeningen voor deze opgave. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Bereken hoeveel procent de nieuwe consumentenprijs hoger is dan de oude consumentenprijs. Nou, we weten bij een procentuele stijging of daling kijken we altijd naar nieuw min oud, delen door oud. Nieuwe prijs is 4,54 euro. Oude prijs is 2,50 euro. 4,54 euro min 2,50 euro. Delen door 2,50 euro is 81,6% is de prijs verhoogd. Nou, dat was eigenlijk de toets, de oefentoets van hoofdstuk 4. Heb je er nu iets aan gehad? Geef even een duimpje omhoog en abonneer je gerust op mijn kanaal, want er komt hartstikke veel leerstof op te staan. En zo help je mij ook nog een klein beetje mee. Kijk ook naar de oefentoetsen van de andere hoofdstukken. En ik wens je heel veel succes met leren. Heb je nog vragen? Stel ze gerust in de comments en probeer ik er zo snel mogelijk bij je terug te komen. Heel veel succes met het leren!